die daar direct aan gekoppeld is. Hoe is het met de vorm van Lewis zelf? We gaan er allemaal achter komen. Ja, en om maar eens aan te geven hoe mooi die wedstrijd was van Cullen tegen Cabby. Cullen staat op plekje 4 qua hoogste gemiddelde tot nu toe. Moet mannen voor zich dulden zoals Van Gerwen, Taylor en Wright. Nou ja, plekje 4 Cullen. Maar die Corey Cabby staat gewoon op plek 6. Eindigde die wedstrijd met 99,62. Echt een wereldpartij. Hoe meer Cabby ging juichen, hoe beter Cullen ging spelen. 3 sets, allebei zo rond de 108 gemiddeld. Zo ging die wedstrijd. De eerste leg gaat zeer overtuigend naar Adrian Lewis. In slechts 11 pijlen. Ja, en Cullen gooide ook best een aardige eerste leg, maar die kwam er dus nog even niet aan te pas. 139. Ja, nou ja, tegen Cabby kwam Cullen ook op achterstand. Zo zwaar onder druk, maar ja, hij bleef gewoon ontzettend goed spelen. En ook in zijn interviews geeft hij aan van ja, ik weet gewoon wat ik kan. Dit jaar valt het allemaal op zijn plek. 80. Dus bewezen om onder grote druk te kunnen spelen. Haalde ook 2 finales op de Pro Tour, dus de vloertoernooien. Het was even wachten voor Cullen. Tot nu toe altijd in de eerste ronde exit op een WK, tot dit jaar. Ja, dat was hem de voorgaande 6 keer niet gelukt. De aanhouder wint, hè. 91 voor 1-1. We gaan de tops voor Cullen. Dubbel 10 dan. 71. Hij geeft Lewis de kans. Kan 2 keer triple 20. Nee, kan natuurlijk ook op deze manier. Dat wil zeggen, het had gekund via topstops. Dus alsnog dubbel 10 voor Joe Cullen. Games on the second leg. Joe Cullen. En het staat 1-1. Agent to throw first. Game on. Ze zijn elkaar enorm vaak tegengekomen op Players' Championship toernooien. In Coventry, in Barnsley, Dublin, dat soort plaatsen. 93. En 1 keer op een UK Open qualifier, maar nog nooit op een groot toernooi. Laat staan op het WK. 140. Ja, ik weet niet wat je eruit af kunt lezen, maar in die 10 potjes op de vloer 100. Won Lewis 9 keer. Ja. Ja, de statistieken waar Cullen het van moet hebben was zijn natuurlijk gemiddelde in de eerste ronde. Ook wel zijn winstpartijen dit jaar vanaf het laatste WK. 41. Eerst van de 12 wedstrijden die hij op een groot podium mocht spelen, wel 58% te winnen. Zo, de derde leg gaat ook weer in 11 pijlen naar Lewis. Die daarmee nu op een gemiddelde staat van bijna 122. Hij staat ook alweer aardig te zweten, Lewis. We zijn net op weg. 96. Ja, mocht u het nog niet hebben meegekregen, de wedstrijden zijn ook te volgen op RTL 7 Darts Radio. Als u naar de website gaat, rtl7darts.nl, dan vindt u de banner, de radio banner, meteen bovenaan de website met een play-knop. En dan heeft u meteen geluid, het geluid van ons commentaar tijdens de wedstrijden. En buiten de wedstrijden om muziek. Al vanaf 1 uur 's middags, zeg ik uit mijn hoofd. Het is heel fijn, want ik kon vanmiddag de derde wedstrijd volgen in de auto op die manier. Ik mocht het beeld er zelf bij bedenken. 97. Ja, en dat niet alleen. Mocht vrouwlief of wie dan ook liever iets anders kijken, doe gewoon stiekem je oordoppers in. Je hoeft helemaal niets te missen van dit WK. 30. Dit
Balbezit is voor de eerste set. Adrian Lewis, het is wel een hoge. Nee. Dus Cullen op weg. 130. De laatste lek te mogen spelen in deze set. Dubbel 16 voor Joe Cullen. Oeh, nog eentje. Kan hij daar doorheen? Ja. Ja. Dat is knap. Hij controleert het nog even voor de zekerheid. Ja, het is knap. Het betekent ook dat 137. De vierde lek ook weer met het darts meegaat. En dat Cullen op zoek moet gaan naar een manier om dat nu te doorbreken. 99. Om eventueel de eerste set nog af te pakken van Lewis. Lewis die op dit moment ruim 113 gemiddeld aan het gooien is. Ja, dat gaat ernstig naar beneden nu hoor. Ja, wat dat betreft is knap dat Cullen met een gemiddelde van 89 nog op 2-2 staat. Oh, het is inmiddels 91, neem me niet kwalijk, Joe. Ja, het gaat snel. 43. Hier haakt... Nee, zie ik had toch gelijk. 89. Ja. Bij deze. Hier haakt Cullen af. Lewis 140. Laat 50 staan. 97. Dus is dit voor de eerste set. Adrian Lewis. 10 en tops. Dubbel 10 dan. 30. Nee, Lewis doet het niet. En gaat Cullen het dan wel doen vanaf 122? Dat zou even een stunt zijn, zeg. Nee, hij gaat het niet doen. 20. Dubbel 10, nog eens een keer proberen. En nu is het raak voor Adrian Lewis. Die wordt begonnen door Rockstar. 85. De 27-jarige inwoner van Bradford, waar hij ook geboren is, noorden van Engeland. Even ten noordoosten van Manchester. 140. En Lewis natuurlijk uit Stoke-on-Trent. Ja, dat gemiddelde van Lewis. 107,69, waarmee hij deze set ingegaan is, is virtueel zijn hoogste gemiddelde ooit op het WK. 58. 106, nog wat. Is tot nu toe zijn record. 134. Maar goed, hij moet natuurlijk nog 3 sets winnen. En de vraag is altijd maar of je dat over een hele wedstrijd kunt volhouden. 133. Nou, het is wel Lewis op een WK, hè. En we hebben het hier over de nummer 5 van de wereld. In zijn hele carrière 4 grote major toernooien gewonnen. Waarvan 2 het WK. Waar. Het is best wel bizar, die statistiek van Lewis. ...105 voor Cullen. In zijn eigen lek. Het is niet de Cullen die we zagen in ronde 1. Dus alsnog, Lewis, dubbel 18. Dubbel 9 dan maar. We kunnen gelijk te breken. Maakt zich even boos. Een beetje dan. En gooit die laatste er wel in. En dat betekent dat hij Cullen voor het eerst breekt. Het is sowieso de eerste break in de wedstrijd. 100. Dus Cullen weet meteen alweer aan het begin van deze tweede set. Oké, ja. Het moet beter, maar ja, hoe doe je dat? Ja. Ja, de meeste kijkers die kennen Cullen nog helemaal niet zo goed. We hadden al gezegd, hè. Tot nu toe altijd in de eerste ronde verloren op een WK. Wel in 2012 een voorronde gewonnen, dat wel. Maar als je dan kijkt naar de tegenstanders die hij in al die jaren tegenkwam. Terry Jenkins 2 maal op rij, 2011, 2012. Vervolgens John Part, Peter Wright, Michael van Gerwen. En vorig jaar was het Klaassen in ronde 1. Het is ook niet zo... Dat hij een goede loting heeft gehad. 99.
Ja, dat is een hele goede van Joe Cullen. Dus Lewis weet, die 62 moet uit. Cullen op dubbel 18. Tops voor Lewis. Ja, dat is vervelend inderdaad voor Joe Cullen. En nu moet hij drie legs op rij winnen om een 2-0 achterstand in sets te voorkomen. Lewis nog niet zo vaak verloren in de tweede ronde van een WK. Dit WK. Eén keer maar in 11 wedstrijden. Het gebeurde in 2009 tegen Paul Nicholson. Dat was dus nog voordat hij zijn twee wereldtitels won. Ja, en diezelfde man is hard op weg om ook set 2 binnen te gaan slepen. Dan mag hij aardig aan het transpireren zijn. Met de darten gaat het tot nu toe prima. Het is 161 voor Lewis. Hij hoeft niet uit, maar hij gaat er wel voor hoor. Van je 2, van je 3, 161 gaat ook uit in deze tweede set. Nou ja, het komt toch steeds dichterbij, hoor. Dit was inmiddels de derde 180 voor Lewis. Ja, en als ik dan heel eerlijk ben, Frank, het verhaal bij Cullen eigenlijk... tot dit WK, ja, echt wel een goede speler, tot een goede ding in staat. Versloeg een keer Van Barneveld tijdens de Eurotour met een gemiddelde van 109 of zo, of 108, was echt bizar. Ja, hij heeft ook ontzettend veel slechte dagen erbij. En ook dit WK, zo'n puiken eerste ronde spelen. Echt geweldig in alle opzichten. Finisher was goed, scoren was goed. Onder grote druk, hoge finishes. Terwijl Lewis even 111 uit weet te prikken. Ja, 161 in die lek daarvoor, hè? Ja, nu blijft hij hangen op een gemiddelde van zo'n 88. Ja, Niels. 1 op de 4 pijltjes in de dubbel. Vertel ons, wat is er aan de hand met Joe Cullen? Hoe kan dit? Ja, het is dan zo'n speler... Ja, ik wil het bijna niet zeggen, maar is het dan echt alles of niets? Als die... zijn dag heeft, dan voelt hij zich sterk. Dan kan hij bijna niet missen. Loopt het dan niet echt, ja, dan lijkt hij toch niet in staat om dat om te buigen. 58. En dan maar iets harder werken en kijken of hij het zo kan forceren. Dat is ook zoekende. 139. Ja, we hadden het, wat de heren aan tafel zeiden eerder, dat beide heren wel beschikken over een soepele werpstijl. Bij Lewis is dat zeker het geval. Bij Cullen, ja, als het loopt, ziet het er lekker uit, maar als het niet loopt... Het is toch wel een beetje duwen en trekken hier en daar. Ja, en dan gooit die pijl een beetje vanaf de zijkant, hè, wat dat betreft. Ja. Ziet er toch wel iets wat merkwaardig uit. Lewis, 170. Die gaat helaas niet meer. Ja, Cullen had toch een behoorlijke voorsprong eens een keer deze leg op Lewis. Maar die staat nu weer zo wat naast hem. Dus hij moet wel uit. Triple 19, dubbel 6. Dat is prima gedaan door Rockstar. Ja, zo ging het in de eerste set dus ook. 1-1. 140. Allebei gelijk gehouden. 134. Als Cullen toch eens deze set zou kunnen stelen van Lewis. Ja, nogmaals, tegen Cadby kwam hij ook achter. Hè? We spelen nog immers een setje meer in deze tweede ronde.
Lewis 4 keer 180. Cullen 0. Aardige leg weer van Lewis, zeg. Die staat na 9 pijlen. Zeg ik dat goed? Ja, die staat na 9 pijlen op 11. Had een 10 darter kunnen zijn. Nu wordt het een 12 darter. Wat een demonstratie weer, zeg. 27. Ja, wat dat betreft natuurlijk WK eigen, dat je altijd je lijstje maakt met 100. Kandidaten voor de titel. En natuurlijk Van Gerwen, Anderson, Phil Taylor wordt nog veel genoemd. Van Barneveld wordt veel genoemd. Ik heb hem zelf ook nog genoemd. Ook zo'n speler die tijdens het WK in één keer kan pieken. Gaat Lewis zo door, dan komt hij ook zeker weten op het lijstje te staan. Ja, het is toch wel weer opmerkelijk, hè? World Matchplay speelt die halve finale. Daarna komt hij niet ver meer op de grote toernooien. En die World Matchplay, dat was toch, die halve finale was op 23 juli. Daarna laat hij niet meer zoveel zien op de majors. En dan zijn we in Ali Pally en dan dit weer. Ja, een mooie finish hier voor Lewis als hij dubbel 16 gooit. Dat is ook alweer voor de set. Dan gaat vliegens vlug hier. 59. Alsnog voor jackpot dubbel 16. Bel nog, kan er mooi tegenaan, zou ik zeggen. Ja hoor. Derde set ook naar Lewis. En Cullen was in die laatste leg niet in de buurt. Cullen 3 legjes gewonnen tot nu toe. Spreekt zichzelf nog even moed in. Ja, het is wel een mooi gedeelte van de loting. Het stukje van de sheet. Als Lewis hier wint, mag hij het op gaan nemen tegen Raymond van Barneveld of Ellen Norris. En vervolgens wacht in potentie Phil Taylor. En ook Kim Huibrechts zit nog aan die kant van de loting. Huibrechts zit fantastisch te spelen in zijn eerste ronde wedstrijd tegen James Wilson. 97. Daar de gemiddelde per set. Kijk eens hoe bizar Lewis aan het spelen is in elke set. Het is ongeveer hetzelfde niveau. We staan alweer op een finish. We gaan naar de triple 19. Dat is 1. Dat is niet 2. Dat is na de eerder 161. Geen 164 hier voor Lewis. Ja, Cullen. Die gelooft het zo langzamerhand wel. Zo lijkt het. Tops voor Lewis. Toch nog een kantje voor Cullen. 130. Dat is 1. Dat is 2 nu naar de bullseye. Die mist hij. Wordt een enkele bol. Lewis terug voor dubbel 10. Ja, het moet voor Cullen zeer teleurstellend zijn dit. En zeer ontmoedigend ook. Sinds de laatste leg van de eerste set, die dus naar Lewis ging. Inclusief die leg zijn er, dan moet ik even tellen hoeveel legs er gespeeld zijn. 9. Daarvan 8 gewonnen door Lewis. Ja.
Ja, het gemiddelde van Cullen inmiddels rond de 84. Waar hij het in zijn eerste rondewedstrijd vooral moest hebben van zijn eerste pijl. Die elke keer zo mooi in de triple 20 belandde. Staat in deze wedstrijd zijn slechtste pijl. Dus aan het zoeken. Het scheelt ook constant centimeters. Kijk, ook hier weer. Ik denk dat er nog een wedstrijd moet worden ingelast, want het publiek wil nog niet naar huis. Om op matchpoint te komen, zo snel kan het gaan. We kijken naar tops. 86. De eerste voor Cullen. En Lewis gooit dubbel 10 niet uit, maar goed, met die 180 kwam Cullen op 103. Dan moet het dan ook nog eens af om te kunnen breken. Triple 17, ja, dubbel 16 dan. Ja, dat is wel even lekker. Zowaar Lewis voor het eerst gebroken deze wedstrijd. Hoop doet leven. Dat hoop je dan althans. Ik hoop met je mee. Ik wil ook nog wel even blijven zitten hier. 41. Dat deed hij de vorige week ook. Drie pijlen op de, ja, wat zal het zijn, vierkante kwart centimeter gooien. Dat lukt dan ineens weer wel als de druk er helemaal af is. En misschien lukt er nog wel meer dan, je weet het nooit. RTL 7 Darts Radio. Beetje. 27. Beetje mager lekje van hem. 85, 60 en 100. 100. En nog een keer 100. Waarmee hij wel als eerste op de finish komt. Het is aan Cullen om het zo goed mogelijk weg te zetten. 98. Komt net onder de 100 uit. Kan nog steeds voor Lewis. Dubbel 18 dan. 156 gaat net niet uit. Joe Cullen wil met een triple beginnen, maar die vindt hij niet. Nu dan? Nee, ja, het is wel een triple, maar de verkeerde. En dus Lewis voor nog maar eens een break. Het zou de vierde op rij zijn. Het is de vierde op rij. En de derde in deze set brengt Lewis op een 2-1 voorsprong. En nu wel heel dicht bij ronde nummer 3. Ondanks een geweldige prestaties in de tweede ronde van het WK. 10 van de 11 gewonnen. Won die toch nog maar één keer met 4-0. Adrian Lewis. Vorig jaar tegen Andrew Gilding. Die we dus vanavond met dezelfde cijfers zagen verliezen van Gary Anderson. Dit zou voor Lewis de tweede 4-0 kunnen worden in de tweede ronde. 135.
Ja, dan kijken we dus zo langzamerhand naar de laatste pijlen voordat we even gaan rusten wegens de kerst. 100. Dan komen we dinsdag 27 december weer bij u terug. Ja, wat voor een dinsdag 27 december is dat, zeg. 83. Met al een heel fijn middagprogramma. En een spetterend avondprogramma met...